Kijk eens aan. Hij doet het hoor, hij doet het. Kijk, er is ook weer gewoon iemand keihard aan het werk. Twee iemanden keihard aan het werk. Wat verdorie. We hebben alweer alles, bijna alles afgeplakt. Bijna alles met afplaktape in plaats van duct tape. Dat scheelt. Kijk hier, afplaktape. Oeh, afplaktape. Vette shizzles. En we zijn nu, ja, het is jammer dat jullie dat er geen reukvideo is. Want anders dan kun je ruiken dat het hier gewoon stinkt naar een scheet van de koe. Nou, ammoniak dus. Zo, de tering, man. Ik kan hier nauwelijks ademen, maar doe maar. Maar als we dit hebben afgeplakt allemaal en een beetje vlak hebben gemaakt hier en daar, dan kunnen we aan het schilderen. Kijk, daar is Mr. Schilder hemzelf al grondverf aan het gebruiken. Zuslief. Zusliefje is al grondverf aan het gebruiken. Niet op de grond dit keer, maar gewoon op een deur. Dus ik hoop dat dit keer wel werkt, grondverf. Want daar heb ik nooit zo'n goede ervaring mee gehad. Maar dit ziet er aardig wit uit. Dus, we hebben vandaag ook al een mysterie van het koffiezetapparaat gehad. Dat is wat doei. Kijk, koffiezetapparaat. Gewoon erbij hoor, geen probleem. Net professioneel. Zo, ja, echt professioneel. Kijk, zie, dit wordt gewoon wit, deze grondverf. Goed hè? Ja, dus zeg, ik heb grondverf gehad, die wordt gewoon grijs als je dat verft. Maar deze wordt gewoon wit, zoals het hoort, zeg maar. Dat moet een nadeel zijn, hè, als het een witte deur wordt. Zie je dat niet? Ik raad een kleurtje, hè? Roze. Ja, roze. Roze grondverf volgende keer. Oké, okay, nou, hè, dat is weer de klustip van de dag. Hè? Roze grondverf. Ik kan het misschien zien of het ook wit wordt, zeg maar. Nou, het ziet er mooi uit, hè? Goed bezig, hè? Ja, goed bezig, zeker. Deze dubbel gebruikt, toch? Deze dubbel gebruikt. Oh, dat is het. De grap en grollen, die zijn er alweer vroeg in de ochtend aanwezig. Godsamme. Nou. Ja, ik ga zo lekker afplakken met Jeroen. Jeroen was nog even een muurtje aan het schoonmaken met koeienscheten. En dan gaan wij ook aan het verf.